Hey, welkom bij een Let's Play. Mijn allereerste. Hey! Hey, van X Defiant. En nieuwste, wat ik hier doe, geen idee. Nou, dat is de nieuwste horror game van Ubisoft. Zin in. Nee, wat ik begreep is het een 6 tegen 6 multiplayer met een soort van Tom Clancy classic characters soort van ding. Nou ja, we kennen Ubisoft natuurlijk heel goed. Ubisoft plakt me al te graag overal Tom Clancy stickertje op. Ik zie hem hier niet. Hadden ze hier ook gedaan. Oh. En ik heb het idee dat ze die sticker hebben weggehaald. Oh, dat is gek. En, maar ik hoorde wel dat je met Splinter Cell characters kan spelen en zo. Nou ja, je kan met Splinter Cell class eigenlijk, ja, characters spelen. Je kan volgens mij met een Far Cry class spelen. Je kan met volgens mij ook wel een Rainbow Six class spelen. Eigenlijk alle bekende Ubisoft franchises die er zijn, hebben ze een class van gemaakt, in de game gestopt. En dat inderdaad een 6 tegen 6 free-to-play shooter. Free-to-play. Waarbij ze verzekerden in de trailer: we want to make sure that this game is free-to-play and not pay-to-win. Dus dat gaan wij vandaag aan den lijve ondervinden, Joey. Oké, kunnen we al payen wel? Nee, toch? Nog niet. Want het is nu een soort van gesloten beta, begreep ik. Ja, dit is inderdaad nog een gesloten beta. Dus ik zou zeggen, jij kan echt... ik ben heel benieuwd naar jouw shooter skills. We hebben inmiddels natuurlijk die zijn niet bestaand, kan ik je vertellen. Even kijken. Oh, hier staat play. We hebben natuurlijk jouw... even kijken, welke mode gaan we spelen? Wat je wil, jongen. Escort, payload, escort, delivery goed. Point. zone control, altijd leuk. Domination, altijd leuk. Occupy. Nou, weet je wat? Misschien ik denk komen dat het voor de kijker toe beter is als jij eerst even speelt. Nee, wat doen jij eerst dan ik? Dan doen we gewoon ons potje. Ben misschien ik komen ben een we vier potjes toe. Mannetje, ik hou niet zo van nee, maar daarom. We zijn jouw game horizon aan het verbreden. Dat is waar. Want je bent niet echt een shooter gamer. Nee, zeker niet. Wat speel jij vooral? Ja, platformers. Ja. Crash Bandicoot. Crash Bandicoot. En nee, ik vind third person vind ik alweer makkelijker, omdat ik dan niet degene ben die schiet. Okay. Op de een of andere manier. Huh? En die zijn vaak ook wat meer. Maar bijvoorbeeld een Ghost Recon Wildlands, dat is een third-person shooter, een Division. Nee, maar ik hou ook niet van competitie, eigenlijk. Ik hou niet van tegen mensen spelen die ik niet ken. Maar dus dat zijn het leuk dat om zijn tegen jou te spelen, games. Want dan kan ik tegen jou... Oké. Okay. Dat zijn nee, co-op open wereld Ubisoft games zelfs, die ik noem. Nee, ik moet zeggen, mijn Ubisoft horizon gaat niet heel veel verder dan de Far Cry serie en de Assassin's Creed dingen. Ik zie hier nu al dat wij in een zestal met een zestal controlerspelers zitten en een zestal muis- en toetsenbordspelers. Nou, kan ik het altijd daar nog achter verschuilen. Precies. Nou wordt mij altijd verteld van... je gaat toch niet een shooter op de PC met een controller spelen, sukkel. Dat bepaal ik allereerst zelf wel. En dat accent ook? Ja, meestal wel. Hm. Maar in geschreven tekst en dan denk je ik leest dat accent dat erbij. Ja. Maar ik kan alleen met controller spelen. Ben jij een muis- en toetsenbord gamer? Nee, zeker niet. Nee, ik heb niet eens een muis- en toetsenbord, denk ik. Ja, op mijn laptopje. Dat is knap. Ja. Nou ja, daar zit het toetsenbord er al in natuurlijk. Kijk, de match is starting in 5-4-3. Word je al zenuwachtig? Ja, wel een beetje. Want ik weet alweer hoe dit gaat. Dit wordt gewoon lachen omdat ik het niet kan. We zien hier een map. Ze hebben in totaal 14 maps in deze game. Schijnbaar, ik denk het merendeel bekend uit eerdere Ubisoft games. Ken je dit ook meteen? Ik ken deze niet, nee. Dus dit is of een niet bekende, een nieuwe originele map die ze gemaakt hebben. Of dit is van een Ubisoft game die ik niet gespeeld heb. Iets met burgers. Ik zie heel veel... Het is een soort van McDonald's meets... Dit is een uit de hand gelopen burgertent, ja. Ja. Een burgerfabriek misschien wel. Ja, het heeft ook iets fishy. Dus misschien was het een soort van visburger joint. Nou heb ik één of twee filmpjes gekeken. Oké, kijk, hebben we de cleaners. Dat zijn volgens mij uit de Division. De Phantoms, die zijn uit Ghost Recon, denk ik. De Libertad zijn uit Far Cry. De Echelon zijn uit Splinter Cell natuurlijk. En die is niet available. Nee, maar die zijn uit Watch wat gaan Dogs, we, denk wat ik. Zijn? De cyberattackers. Oh, wacht. Kan... Oh. El Remedio. Ja, je moet zelf weten. Wat is dit? Is dit zijn stem? Ik heb liever het geluid over de oren dan over de tv. Want ik ben wat er nu gewoon gebeurt hier. Jeetje, wat een grof geweld allemaal. Wat is eigenlijk het verschil tussen een let's play en een soort, behalve dat het niet live is, een livestream? Het feit dat je hier inderdaad niet live bent. Oké, vet. En een wat meer beknopte variant van een livestream. Kijk, met een livestream ga je natuurlijk lang door.
lang schreeuwen, lang bier drinken. En hier zitten wij zonder bier. Gates. Om een mooi beknopt beeld te geven van deze... Ja, misschien wel een hele leuke game. Want ik heb wat filmpjes gezien. En ik kijk, de gunplay kun je pas voelen als je ermee speelt. Ja. Maar het zag er redelijk strak uit. Heb jij enig idee wat ik moet doen? Je moet naar dat ding om te defenden. Okay. Dus, wat de fuck is dat? Wat was dat? Dat was iemand die neergeschoten werd van tegenstander. Kijk uit. Kijk, oh! De man kent zijn moves. Oh. Ja, ja. Schiet hem! Oh, ik ben dood. Je hoeft niet te schuilen. Ja, dit is dus waarom ik geen first person dingen kan spelen. Je kan het. Fuck it. Respawn. Stay positive. Nou heb je wel, je hebt een LMG gekozen. Mm-hmm. Ik heb het idee, van wat ik nu zie, dat dit ofwel meer een assault rifle map is, of misschien zelfs een beetje een MP5, MP4'tjes, een beetje de SMG's. Maar ik zou in ieder geval ten alle tijde op de objective afgaan en niet van de objective weglopen. Nee, ik was dus juist een plek aan het zoeken waar ik afstandje even wat overzicht LMG, kon gaan creëren. Met een LMG kun je inderdaad wat meer cover fire geven. Dus misschien dat jij mensen kan suppressen van iets groter afstand. Kijk, hier. Kijk, dit is een redelijk plekje. Denk je dat ik door deze deur kan? Nee. Oh. Holy shit. Kijk. Oh ja, overkantje. Oh, wat gebeurt er allemaal, jongens? Holy shit, doe even relax. Dit kan jij. Oh, daar zit hij. Dit kan jij. Maar wat is die hond? Focus eerst even op de mensen. Als ze weg zijn, dan moet je naar die hond. Ah, ik was te laat. Ja. Ja, Naruto to Boruto. Ben ik... Oké, Shadow Team. Sorry. Jesus. Holy, wat doet zij nou? Even kijken, jij hebt een soort van, wat die is dat, een mijn, je RB skill, en je hebt een soort van schild als LB skill. Zo dit, moet ik het proberen? Nee, hoef je niet. Dit is denk ik een soort van healing Want gas. Want staan we hier nou met z'n drie? Oh. Healing gas. Oh, kijk, jullie zijn gesuppressed, joh. Oh. Kan ik mezelf opofferen? Boom. Dit kan jij, jongen. Ah, had ik iemand dood? Nee. Oh, ze voelden het wel. Maakt niet uit. Kop op. Oké, ik ben ergens anders. Oké. Moet ik meer bewegen? Of juist minder? Nou, wat ik denk is inderdaad dat je dus een wat meer short range wapen hebt. Want dan kun je net iets sneller heen en weer richten, denk ik. Ik denk, als je hier om de hoek kijkt en nu aimt, dan komen ze wel vanzelf. Ja, je hoeft niet op dat ding zelf te schieten. Nee. En weer dood. Ja. Oh nee, het komt goed. Ik vind je wel fijne support. Ja, ik denk dat negatieve energie alleen maar tegen gaat werken. Dus, ja. We zijn een team. Gaat alleen niet geweldig. Ja, precies. Op die opening. God. Komt goed. Ooit. Ja. Ik wil gewoon één... Ergens vandaag... Het doel is één iemand dood. Oké, ze zijn al bijna op 2/3. Ze zijn op 63,6%. Schijnbaar is de enemy team nu down. Dan moet je defenden. Ik denk misschien zelfs... Dat als jij bij die cirkel gaat staan, dat je hem dan wel weer terug kan brengen, dat beest. Ik heb het idee dat die drone... Uit... De andere kant op? Ja, ik heb het idee dat die drone uit een... misschien wel uit Wildlands of zo komt. Uit de Ghost Recon. Even kijken. Oh, ja! Oh, ja! Nee, assist! Wat? Vieze assist, dat je er bent. Dus dat telde niet? Ik zie dit ding, doet heel lang. Het duurt heel lang, zeg. Jeetje. Waar is je het? Kan hem ook swappen voor het wapen wat op de grond ligt. Oh. Ik vind het allemaal maar spannend. Maar goed, oké, daar gebeurt het. Ja, dames en heren. Hogeschoolvoetbal hier. We got him. Oh, dat is weer dat ding. Oh, hij springt. Oh, hij heeft een schild. Ja. Hoe heeft hij nou weer ineens een schild? Dit is ook voor niemand leuk om naar te kijken. Je moet het echt zo overnemen van me. Hoe lang moeten we nog? Potje, als het goed is, duurt het potje niet heel lang meer. Aangezien zij redelijk Dus ik moet wel snel zijn als ik iemand wil doodschieten nog. Ja, nou ja, dit is inderdaad... deze game mode is gewoon zo'n escort game mode die je wel uit... ook bijvoorbeeld een Overwatch kent. Dus wij moeten eigenlijk zorgen dat ze niet de alien... Ze gaan ook niet echt dood. Ik heb het gevoel dat ik heel snel dood ga. Mis ik ze dan? Ja, want ik zie jou, zeg maar, op het moment dat je schiet, zie ik jou naar beneden richten vaak. Moet hoog je bent, al meteen aan het compenseren voor de recoil, terwijl het misschien niet meteen hoeft. Ja, ik ben ook echt meer een als je hier het gangetje doorkijkt... Oh, spawn kamperu.
Elke keer als je die controle neergooit, dan reconnect je hem. Ja. Zie, oh, ze staan gewoon bij de spawn, die vuilak. Kijk, kijk, kijk. Oh, maar het duurt ook echt lang voordat dit ding begint te schieten. Goh. Ik dacht, je had hem bijna. Ik dacht ook, ik had hem bijna. Dat was niet het geval. Kijk, je kan een emojis sturen. Ja, een hele verdrietige emoji, kan ik je vertellen. Staat hij nog steeds bij dit gangetje? Hij denkt ook, jezus, waar heb ik mee te maken met het... Maar, ja, ik snap het gewoon niet zo goed als ik heel eerlijk ben. Je hebt wel weer een assist, dus in dat opzicht. Ja, maar ik wil gewoon één kill. Zal het weer hier zijn? Nee, hij was doodgeschoten, dus... Maar je... Oh, dat is klaar. Believe. Er werd gezegd vanuit de regie... Heartbreaker! Heel onaardig en onnodig. Je hebt wel 1k XP hier gekregen. 1k XP. Ik dacht jij pak ze me niet meer af. Player of the game. Niet geworden, net niet. Bean Strong Roast. Waar sta ik? Oh, ik ben niet eens de slechtste. Toast. Hoe kan dat nou? Je bent niet de slechtste, omdat er iemand net is binnengekomen. Oh. Je hebt wel meer damage gedaan dan de ene laatste. Nou. En die heeft notabene 3 kills gemaakt. Ga je al. Maar je bent wel het meest dood gegaan. Ja, maar ik had niet mijn wapen nog helemaal gevoeld. We gaan het zien. Ik moet zeggen, ik ben geen liefhebber van deze controller. Nee? Geef mij maar gewoon lekker de Xbox... Het is een PlayStation 4 controller. Nee, dat is een Nacon PlayStation 4 controller. Ah. Maar geef mij maar die Series X controller. Dat vind ik veel fijner. Ga jij als de cleaner? Nee, ben gek, man. Zullen we nog een keer deze game mode? Of moeten we nu gewoon zeggen van fuck it, we doen een andere? Nee, doe maar deze nog een keer. Dan kunnen ze ook zien hoe het wel moet. Ja. Nou. Ben jij een beetje? Je bent ook niet per se shooter guy, nee, toch? Nee, ik speel het niet zo vaak meer de laatste tijd. Ik ben echt toch meer van de singleplayer geworden, omdat dat me gewoon wat meer rust geeft. Ja. Maar ik vind, het leuk als het nut heeft. Bijvoorbeeld bij Destiny vond ik het nog wel eens voor challenges en dergelijke. Mm-hmm. Dan deed ik het maar gewoon. Maar ja, ik speel bijvoorbeeld COD. Ja, ook niet echt meer. Dat was tijdens de pandemie was het natuurlijk wel een dingetje en dan speelde iedereen dat. Creating match. Dat duurt een uur om een match te creëren, jongens. Ja. Gaat briefje maandag. Maar ja, nee, ik vind het wel leuk hoor, maar ik heb er niet veel behoefte aan. Oké. Maar ik hoop dat ik... Maar als je dat doet, doe je het met mensen die je kent. Ja, dat vind ik veel leuker. Want dat heb ik nu. Ja, ik besef dat ik de allerslechtste ben, alleen het maakt me niet zoveel uit. Dat ik niet. Weet dat die mensen waarschijnlijk gewoon... Ja, ook gewoon veel meer tijd erin steken. Terwijl als het iemand is, als jij het bent, dan wil ik van jou winnen, omdat je naast me zit. Het is eigenlijk hoe slechter je bent in zo'n game, hoe meer leven jij hebt dan zij. Dus het is ergens ook wel weer een bevestiging dat je het goed doet. Ja, ergens wel. Probeer het maar op die manier te zeggen. In de maatschappij. Ik probeer er ook maar het beste van te maken. Ja, daar heb jij weer gelijk in. Even kijken, ga. Loa. Fat Wolf DA. Me be stupid. Naruto to Boruto. Ja, die speelden we net. Speelde ook tegen ons. Psontaak. Nevenschie. En Totema. Times Square. Dit is de Division. Dat kennen we nog uit. Dit is de Division. Ja. 100%. De Division sprak me wel altijd aan. Ja? Ja. Ik heb er wel gespeeld mee gedaan. Nee, maar ik het zeggen. Sprak me wel aan. Ja. Kijk, een nog niet ingeladen standbeeld. Nou, ik denk het. Oh, en met een pinguïn ervoor. Kijk, dat is die politieauto die je. Hoor je dit ook? Kunnen we misschien de chat uitzetten? Het is natuurlijk wel heel leuk als ik dan. God, de controller was gewoon niet connected. Firebomb, blitz. Ja, ik vind die pyro vet. Technician. Kan je dan SMG vuur spuwen, denk je? Let's go, man. Let's go, redactie.gk.tv. Ik heb hier zin in om dit bij jou te zien. Ik heb hoge verwachtingen. Ik wil in ieder geval 1 kill maken. Nee, maar jij gaat hier goed in zijn. Nee. Oh, de kerstman. Holy shit. Wat kunnen we allemaal? Get into position. Oh, we moeten weer defenden. Ah. The gates open in 15 seconds. 9. 8. Oh, pak je positie, gozer. Wat is jouw algemeen gevoel hierbij dat Ubisoft dit doet? Free to play ik was en ben dus heel benieuwd in hoeverre ze die gunplay goed weten te krijgen. Want bij Rainbow Six is dat natuurlijk wel al heel goed. Hebben ze het goed voor elkaar? En in hoeverre ze zich dat weten vertalen naar deze game? Maar Rainbow Six is nou weer de enige waar ze er niks van in hebben gestopt, toch?
wel. Kijk, dit is. Ja. Oh. Nee, dat was niet goed. Nee, maar het zag er wel in, al. Het zag er actievol uit. Je wist wat je deed. Ik denk alleen als ik hier zo naar kijk. Dat het meer een assault map is. Waar herken je dat aan? Nou, ik zag een redelijk groot open ruimte op dat middenstuk. En zolang ze daar nog niet voorbij zijn, ja. Ja, had je hem? Nee. Oh, dat rode lijntje is de lijn die dat monster af gaat nemen. Ach, kutje. Godverdik me, sorry. Geeft helemaal niks. Het was heel netjes gescholden. Ja. Dit is niet goed, hoor. We zitten hier niet een demonstratie te geven van ons kunnen. Nee. Waarom werken jullie eigenlijk bij GameKings? Je kunt helemaal niet gamen. Ik heb dus vrijdag mijn redemptie stream, hoop ik. Dan ga ik Crash Bandicoot 4 spelen. Ja? Ja. En dan ga je het goed doen. Dan moet ik het wel laten zien, ja. Dus ik denk dat ik nog even ga oefenen deze week ook. Pittig hoor. Ik heb het idee dat er hier gasten komen. Dum, 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 dum. Oeh. Ah, je zuster, sorry. Ah, dat is jammer. Je bent wel rustiger. Je houdt meer overzicht. Ja, je moet een beetje gevoel hebben voor waar ze vandaan komen. Ja. En ik dacht van ze komen hier vandaan, maar dan moet je natuurlijk niet gaan zitten reloaden. Dat is een beetje achterlijk. Ze komen dus van links. En ze zijn aan het retreat. Oké, wij zijn aan het terugdruwen. Is het nou ook zo dat als wij er genoeg van killen, dat monster van ons is en die de andere kant op loopt? Ja, dat weet ik dus niet. Gok het eerlijk gezegd wel. Ze komen straks rond hier om het hoekje. Of toch niet? Oh, lekker Daan! Kill assist! Hoppa! Hoe kan ik nou 100 punten krijgen voor een kill assist? Ik weet wel dat als het oorlog wordt, ik achter jou ga. Oh, daar was er. Oh. Holy shit, what the fuck. Er kwam ineens een vuurdroom voorbij. Jij had hem! Naruto to Boruto! Kleren leien. Godvergloeiende, gloeiende. Ah, geweldig is het nog niet. Nee. Maar goed, je moet ook leren omgaan met tegenslag. Ja, daarom. En weet je, we zijn deze game nog aan het leren spelen. We zijn een beetje roestig hè, met onze FPS skills op dit moment. Heel roestig. Heel roestig. De laatste keer dat ik echt... Nee, dat is niet waar. Ik heb een jaar geleden Call of Duty nog gespeeld. Haha! Weer Naruto. Die heeft een partij in bloedhekel aan jou. Ik zag hem maar. Ja, ik was al bijna dood, dus ik had maar één kogel nodig. En wat is er nou over 1 minuut? Dan is het klaar? Ja, als zij dan niet al op 1/3 zitten, op dat eerste vlakkie, dan hebben wij gewonnen. Dus jullie zijn best wel lekker bezig eigenlijk? Mijn team, ja. Ja. Ik durf niet voor mezelf te spreken. Ja, jullie. Retreats? Als je hem dus lang genoeg weet af te houden, dat ze dan niet kunnen pushen, dan begint hij dus terug te trekken. Dat is een feestje om naar je te mogen kijken, Daan. Dat zegt mijn vriendin ook wel eens, maar niet vandaag. Nee? Kijkt ze wel eens naar jouw items? Nee? Nee. Nooit? Nee. Nooit gedaan? Nee, heel af en toe. Ik zet altijd de kerstafleveringen zet ik aan. Okay. Bij ons thuis. Vet. Ook bij mijn ouders. Dat vinden ze dan leuk, ja. Ah. Oh. Ja, dat wordt wel een uitdaging dit jaar weer. Komt-ie. Wow, maar die heeft... Wat? Wat gebeurt? Waarom is ze is helemaal oranje? Wat? Dat was hard. Overtime? Hoe dan? Nee, lol! Come on, ze mogen niet in overtime om erheen pushen. Want dan krijgen ze weer nieuwe tijd. Ze gaat ze lukken. Gaat wel rap. Gaat heel rap.
Nou. Heb je... Nou... Het is er niet op 28,2. Oeja. Oké, ja. Maar hè, persoonlijk zal ik niet in de top 3 zitten. Ach, houd toch op. Je deed hartstikke goed. Het gaat om de teamoverwinning. Daarom. Ze hebben nu, ben jij dit? Ze hebben nu al hele lelijke shirtjes en outfits. Verwakken. Nou ja. Verwakken. Dat is waar we net wat je van vindt. Verwakken. Eigenlijk is best wel... Ja. Jij bent ook ene laatste. Ik heb zogenaamd 5 kills. Ja. Moet je nagaan, hè? En ik heb maar 100 damage meer gedaan dan jij. Hoe kan dat nou? Ja, daarom. Ik vind dat we een andere game op moeten doen. Ja. Kunnen we dat, hebben we daar nog tijd voor? Zeker. Tuurlijk hebben we er tijd voor. Oh ja, nog alle tijd zelfs. Alle tijd van de wereld. Leuk dit. Let's play. Jij mag kiezen welke game we gaan doen. Doen we nu weer allebei een potje? Ja. Begin jij maar. Kan ik even kijken hoe je dat doet. Oké. Zone control, domination. Ik denk dat domination wel leuk is. Ja. Du 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 du. Domination. De domination. Even kijken naar onze loadouts, custom loadouts. 1, 2, 3, 4. Heb je enig idee hoe dit... Want iedereen kan wel meedoen aan deze gesloten beta, toch? Als je een lief mailtje stuurt. Ik weet niet wat de vereisten zijn, eerlijk gezegd. Gaan we straks ook met een andere class spelen? Graag. Gaan we dan met de cleaner. Ik vind de Echelon eigenlijk wel cool. Echelon. De Splinter Seru. Doen we dat? En ik weet bijna zeker... Creating match. Ik weet bijna zeker dat we met... weer met SMG's moeten spelen. Ik volg jou blind het veld in dan. Want domination zijn 3 zones en die moet je vasthouden. Maar dat, binnen die 3 zones is alles dus heel erg close quarters. Mm-hmm. En dichtbij dan heb je het liefst een SMG. Sterker nog, misschien wel een shotgun. Maar zo'n klootzakje ben ik dan ook weer niet. Nee, natuurlijk niet. Ik heb, ja... Ja, laat jouw expertise er eens wat denk jij? Wat zijn ik hoor gewoon allemaal dingen. Predicties. Ik ga ervan uit dat het wapens zijn, maar... Zie je, dit is gewoon DedSec inderdaad. Dat zijn gewoon de Watch Dogs. Maar dit ziet er niet echt... Dit past niet echt bij de andere looks, vind ik dan. Nee, maar alle looks passen niet echt bij elkaar. Nee, maar het voelt ook wel een beetje alsof je mij in mijn t-shirtje... De loopgrave instuurt, zeg maar. Terwijl als Libertad. Ja. Noodie. Noedel? Noedel. Noedel. Dit voelt alsof het zo'n Noedelplex. Van... Kijk, dit is gewoon Google. Dit is een speeltuin. Ja, inderdaad. Kijk, zo. Oh, moet dit dan een Watch Dogs mapje voorstellen? Is Noedel iets van Watch Dogs? Van Watch Dogs 2? Dat zou wel kunnen, maar dit is wel heel erg een Silicon Valley. Zou je door de dingetje. De glijbaan kunnen? Jij, in deze game. Dat zou heel vet zijn. Ja. Denk het niet. Als ik heel eerlijk ben. Nou. Wie weet, we gaan het proberen. Mythbusters. Kan je door de glijbaan in de noedelplex? Noedel. Ze hebben zelfs een noedelcar. Oké, we gingen voor de... Echelon. Doe je dan Intel zoet of maakt dat niet uit? Het is toch, je krijgt toch standaard... Nee, je kon ook nog een ding kiezen. Ah, nee, ik wil wel Gilly, ik wil onzichtbaarheid. Alright. Onzichtbaarheid. Let's go. Verder allemaal assault rifles, maakt niet uit. Oh, nee, eentje die niet met assault rifles speelt. Secure the zone! Soedal! Oké, eerst altijd dichtstbijzijnde. Pak een C'tje. Dan heb je altijd een grapjas, die gaat direct naar het verste punt van de tegenstander. Mm-hmm. Pakken de omweg naar boven. Heel spannend geluidje vind ik het. Oh, je bent zo goed. Teaming. Wil je niet naar de glijbaan? Ja, maar ik moet even met een omloopie. Goed zo, healing cloud. Altijd lekker. Komt ie. Omlopen. Dan pakken ze die bang. Je deed zo je best. Dat ging ook wel heel lastig hoor. Ja, maar het is deze controle is heel rigoureus. Dus ja. Het zijn allemaal kleine tikjes. Het zijn geen smoothe tikjes. Er zit een lang pookje aan.
En het ding met een lang pookje is, dan kan je heel secuur... Zou jij mij eens wat het ding met een lang pookje is dan? Je kan heel secuur richten met een lang pookje. Maar dat is dus ook, als je dikke worsten, HEMA worstenvingers hebt zoals ik... Mm-hmm. Dan, oh, je zuster, hij heeft een heel schild. Mijn zuster? Nee, zijn zuster. Oké. Okay. Dan heb je dus ook dat je, als je wat dikkere vingers hebt, dan gaat de beweging heel rigoureus over de controle. Dus dan beweeg je weer te. Ja, precies. Je moet fijne vingers hebben voor... Je moet eigenlijk een goede vingerpookjesbalans hebben. Je moet goede pookjesvingers hebben vooral. En dat heb ik niet per se. Pak B. Omlopen naar C en dan... Kom eens, als het goed is, in een kontje tegen hier. Help me. Help a brother out dan, jongens! Wow. Wat? Help me, capture! Wat is dat teamgevoel? Ik vind het zo spannend. Zijn B. Ze zijn A aan het cappen. Cappen. Wat was dat? Oh. Oei, zo niet leuk. Hey, zie je, is een shotgun. Wat ik zei, dan heb je van die vliegertjes. Vind je dat oneerlijk? Nee, maar... Ik weet niet, man. Kinderachtig. Ze sturen soldaten ook niet de strijd met een shotgun. Dat zijn altijd alleen maar... Maar ook niet in een t-shirtje, denk ik. Of een crop top. Hey, Libertados wel, man. Capture the zone. Defend A. Oh. Nou, daar waren we matties. Haha, niet slim. Oh, waar is... Ze hebben nu die andere. Oké. We gang up. Ik wou net zeggen, waarom ga je niet fucking dood, friend? Timing is everything. Zenuw. Nee, dat is niet waar. Ik wil een beetje, hoor. Ja, ik vind dat niet eerlijk. Ik zeg het je heel eerlijk. Stuck with grenade. Ik had een sticky grenade. Hij was vast op jou. Wat lijp. Jullie zijn wel gewoon... Ik heb een hartslag van 68, dus dat zit nog goed. Kijk, dit is dus precies de reden waarom ik mijn smartwatch heb weggedaan. Ik was echt veel te... Ik werd helemaal zenuwachtig daarvan de hele tijd. Ja. Dus ik was alleen maar mijn hartslag aan het checken de hele dag. Dat was nooit goed. Ik vind alleen een beetje jammer dat je niet de map volledig tot je voordeel, in je voordeel kan gebruiken met klimmen. Met klimmen? Oh. Hoe bedoel je met klimmen? Denk je dat je niet naar boven kan? Nou, zeg maar. Je kan niet echt over dingen heen klimmen. Je hebt nog steeds niet geprobeerd of je niet gewoon door... Je kan ook namelijk de glijbaan naar boven. Nee, maar we kunnen niet naar boven. Maar kan je niet door de glijbaan naar boven? Oh, wacht. Testcase. Kunnen we springen? Nee, we kunnen niet over iets heen klimmen. Hmm. Spijtig. Ik zeg het je. Defender, zijn ze... Heb je al een vakkundige mening hierover? De gunplay zit zeker goed in elkaar. Mm-hmm. Ik heb het idee dat de recoil wel eerlijk is, zeg maar. Je hebt niet Call of Duty laser-esque recoilloze wapens. Mm-hmm. Hoe doe je dat? Dat zijn ze. Ja, ik wist al dat ze dan in mijn rug zouden zijn. Toch maar even killetje. Toch weer even killetje. Dat wel. Maar ik vind het gek dat je nergens overheen kan klimmen. Dus de maps staan heel statisch en dat maakt je eigenlijk als speler ook best wel statisch. Kan je hier ook niet rechts over dat dingetje heen? Nee. Ik kan niet zeggen van, hey, hier, kijk, dit zijn gewoon harde muren. Harde muurtjes. Wow. Oh. Ik wist het, dat je een granaat ging gooien. Als je de tijd hebt... Granaat en herladen is zeker
Final. Dat is het ding. En dat is maar eigenlijk. Gaat vol rammen, ja, maar eigenlijk. De hele tijd. Ja, dat is wel. Maar eigenlijk is dat, betekent dat dus iets goeds. Want je hebt altijd posities waarvan je iemand kan schieten en geschoten kan worden. Dus dat betekent dat de map design eigenlijk best wel. Smart is. Best wel smart. En ik moet ook wel heel eerlijk zeggen. Ik heb het idee dat er ook echt wel een beetje soort van de lanes. De bekende lanes uit multiplayer maps. Dat je echt een soort van links, midden en. Het voelt vertrouwd onder links, midden en rechts gespeeld. Nou, dat er over nagedacht is. En niet dat het gewoon. Waar het bijvoorbeeld niet over nagedacht was. Waren de maps van Battlefield 2042. Waar je gewoon. Het is inderdaad een kantoorgebouw. Maar er is niet nagedacht over de plaatsing van individuele muurtjes, hoekjes, banken, stoelen. Maar dat is wel realistisch, want het is in een echt kantoor natuurlijk ook niet. Ja, weet ik, maar dat maakt het niet per se fun. Want nee, je hebt altijd het idee dat je gewoon out in the open loopt. Ja, maar dat is gewoon raar. Dat vind ik gewoon raar. Dat vind ik gewoon dom. Desalniettemin. Is het klaar? Teamwork! Make the dream work. Ik moet wel zeggen, ik was op het einde minder bezig met de objective. En normaal zou ik zeggen PTFO. En dan zeg jij. Als ik zeg PTFO, dan zeg jij. I'm Michael. Dan zeg je play the fucking objective. Play zijn weer laatste geworden. Oh, sorry. Hoe kan dat nou? Excusez-moi. Dat vind ik echt bizar. Maar we hebben wel al meer damage gedaan dan vorige keer. Ik vond je echt heel goed. En we hebben de meeste captures, dus wij waren de enige teamplayer. Is in dat opzicht. Jammer dat de game je dat niet geeft. Nee, maar ja, fuck it. Ja. Als je het voor jezelf maar weet. Ja, weet ik. En dit was een 50-50 potje. Kunnen we er nog één doen of niet? Kills. Ja, zeker. Zeg ik dat goed? Nee, eigenlijk niet. Maar. Oh, nou ja, dan was dit hem. Helaas. Leuk wel, let's play. Nu heb ik niks meer om voor te leven hier. Ik heb alles gedaan. Ja? Denk het wel. Ja, behalve de E3 en de Tokyo Game Show. Race Games, heb je die al eens gespeeld? Nee, maar gewoon een item. De Let's Play. Ik had nog nooit een Let's Play item gehad. Je hebt nu de item bingo kaart. Ja, die heb ik nu vol. En, maar wat vond jij van dat ene potje als niet shooter zijnde? Ik heb niet gefrustreerd de controle weggegooid. Dat scheelt. Dus dat is al dat scheelt al een hoop. Ja, ik kan hier echt net te weinig over zeggen. Ik vond het niet tergend. Ik had niet het gevoel dat ik oneerlijk werd doodgeschoten. Dus dat is altijd wel fijn. Ja, en ik vind op zich, als ik nu heb gezien al het verschil in de stijlen van die maps, vind ik dat ook wel vet. Dus misschien vind ik het toch wel vet dat ze zo uitlopende IP's bij elkaar hebben gepropt. Ja, want toen ik namelijk de presentatie van deze, volgens mij was dat vorige Ubisoft met de zomer, een beetje de E3 tijd. Ik weet niet of het ook echt dan de E3 presentatie was, maar dan volgens mij kondigden ze hem toe aan, of het jaar ervoor al. En toen dacht ik van, oh my god, daar gaan we. Weet je wel, nu hebben we Tom Clancy al uitgemolken. En nu gaan we die nog vier meer tepels tegelijkertijd in één glas melk flikkeren. Ja. Dus, maar ik moet zeggen, het speelt lekker. Kijk, ik speel natuurlijk lekkerder thuis. Hè. Dat is een super hard excuus om thuis beter te zijn dan hier. Maar de game modes zijn, volgens mij zijn Zone Control en Occupy. Weet je, het zijn allemaal dingen die ik wel zeggen, ga je het nog een keer? Ga je het nog een keer proberen? Nou ja, het is free to play, dus ik wil het best een kans geven. Ja. En kijk, ik zie, maar dat is meer omdat ik überhaupt niet per se heel veel shooters speel. Zie ik mezelf dit niet lang spelen. Ik zie mezelf niet no-life'en en bijvoorbeeld alle skins vrij spelen. Want ook hier heb je weer van die skin challenges met gold en weet ik veel wat allemaal. Ja. Maar de maps waren prima. Van wat ik tot nu toe gespeeld heb. De gunplay voelt best wel goed. Ik ben heel benieuwd hoe het zich gaat uitfilteren met de klasses die uiteindelijk te sterk blijken te zijn met de skills die ze hebben. Want ik kon nu onzichtbaar worden, maar ja, mensen konden me wel nog zien. Dus ik heb wel dat het idee dat dat schild het beste was. Het schild was ik wil niet zeggen OP, maar het was wel een hele goede voor veel mensen. Maar ik vond het eigenlijk best wel cool. En dat terwijl ik dacht dat dit echt een scheid game zou zijn. Maar dat was vooral, kijk, ik heb een klein beetje Rainbow Six Siege gespeeld, maar verder weinig first-person shooters van Ubisoft. En alle andere shooters, ja, die hebben wel leuke gunplay, maar je moet van een Ghost Recon Breakpoint of een Wildlands of van een Division niet verwachten dat het daarom gaat. En hier natuurlijk wel, dus dat gaf me misschien een beetje een verkeerd beeld. Maar daarom ben ik des te meer verrast nu dat het wel lekker speelde. Dus ja, zeker. Dit smaakt naar meer. En ik denk dat er ongetwijfeld wel een paar mensen in de reacties zitten die ook de beta hebben gespeeld. Nou, daar ben ik ook heel benieuwd wat die ervan vonden. Ja. En laat ook even weten waarom ik niet bij GameKings mag werken.
Je mag er wel werken. Ja, maar niet voor. Maar dat geldt voor ons allemaal. Je ziet mij ook nu twee keer laatste. Ja, maar wel overtuigend laatste. Overtuigend laatste. Ja, je bent overtuigend. Ik had een KD-ratio van 0,9 bij die tweede. Dus in dat opzicht. Klinkt op. Nou, oké, jongens. Dit make was love. Make love, not Warcraft. Zoiets.